er worden maar gewoon wat fietsen gejat en vernield. Daar weet je alles van en dat is heel vervelend. Een zwaailicht. Een zwaailichtbericht. Maar daar gaan we wat aan doen hoor. De politie heeft al een lokfiets ingezet, maar Felix Rothuizen die gaat er ook wat aan doen. Felix, goeiedag. Hey. De Hoge Raad die stond vorig jaar de inzet van lokfietsen door de politie toe. Maar Felix dacht toen, wat de politie kan, dat kan ik ook. Dat dacht ik inderdaad, ja. Ja, dus jij bent eigenlijk de eerste Nederlander die zelf op jacht gaat naar fietsendieven door middel van je eigen lokfiets. Ja, een stukje burgerplicht, een stukje persoonlijke wraak. Hoe vaak is je fiets al gejat dan? Een paar keer gestolen, een paar keer vernield. En de politie kan daar gewoon heel weinig aan doen. Dus ik dacht van, als de politie met een lokfiets kan werken, dan kan ik dat toch ook. Ja, en hoe doe je dat dan? De politie werkt met een zennetje, maar ik wil ze op hete daad betrappen. Dus jij parkeert je fiets ergens en dan zet je hem op slot en dan ga je gewoon staan wachten tot iemand hem... Ik zet hem ook niet eens echt op slot. Hij zit een beetje onzichtbaar op slot. Met een staalkabel vast, maar dat zie je niet. Dus hij wordt makkelijk weggeritst. En met een cameraploegje houden we de boel in de gaten. Met portofoons op zak. En dan Peter R. de Vries-achtige. Ja. Ik pas bijna in het straatje van Peter R. de Vries. Ja, die gaat niet. Van de Heuvel. Ik moet nog even klappen krijgen en dan pas ik weg. Ja, je moet echt een paar dreunen hebben en dan heb je de... Maar hoeveel keer is het al gelukt? Ja, nog 0 keer. Dus in principe heb ik heel slecht nieuws. Dat is dat het nog niet 1 keer is gelukt. Het goede nieuws is dat we de fiets nog hebben. En met hoeveel mensen staan jullie dit te doen? Ja, normaal gesproken met z'n tweeën. En dat zijn op dit moment eigenlijk alleen nog maar vrienden van mij. Want het is nogal lastig om vrijwilligers te krijgen. Ja, ik vind het gek. Hey, en hoeveel uur heb je nou voor Jan Doedel staan posten? Nou, 40, 50 uur denk ik. Echt waar? Maar wat doe je dit? Studeer je of heb je werk? Of nee, ik werk gewoon fulltime en ik doe dit in het weekend. Hey, en wat is je grotere plan? Ik wil eigenlijk een discussie starten over het artikel nummer 53 uit het wetboek. Dat heet het burgerarrest. En ik ben heel erg benieuwd wat je als burger nou wel en niet kan en mag. Nou, volgens mij mag je iemand wel staande houden, maar je mag hem maar vasthouden, maar dan wachten tot de politie komt, zeg maar, denk ik. Ja, je mag hem staande houden en dan de politie bellen. Ja. Maar dat is in theorie heel erg mooi, alleen in de praktijk heb ik nog niet kunnen uitvinden hoe dat werkt. Oké, en jij gaat dus daarom, film je ook nu alles, zodat dan duidelijk is daarna precies wat jullie hebben gedaan? Precies, en ook een beetje naar de buitenwereld kunnen bewijzen dat we ook echt de eerste hebben gehad. En daarna is het filmen ook niet meer zo heel erg belangrijk. Zou je ons even op de hoogte willen houden zodra het voor de eerste keer gelukt is? Wil je dat even doen? Jazeker. Dan geef ik je gewoon het privé-nummer van Jelte. Dank je. Ja. En dan kan je midden in de nacht bel je gewoon van, nou, het is nu gelukt. En dan de video staat nu online. Ja, gaan we met de video en dan dat. En mensen die jou willen helpen of zelf de dingen willen doen, waar kunnen ze terecht? Ja, ga alsjeblieft naar www.lokfiets.nl. Daar kun je ook alle mislukte video's bekijken. Nou, lokfiets.nl, Felix Rothuizen, ik wens je heel veel geluk. En laat ons weten wanneer het voor de eerste keer lukt. Bedankt, ik laat het meteen weten. Dankjewel. Hoi. Oké, doei. Nobel initiatief van Felix, vind je niet, Jelte? Het is een strijder voor het goed recht. ik vind het heel dapper. Ja, maar na hoeveel uur denk je dat hij zegt... Nou, nee, volgens mij geeft hij niet op. Ik denk dat als je de 40 uur gepasseerd bent, dat je al voor nop hebt staan wachten, dat je dan niet meer opgeeft. Maar hij heeft gewoon, het is ook wel in die kou, dat ben ik hem eigenlijk vergeten. Hangt hij nog of is hij al weg? Nee, hij is weg. Oh, hij heeft ook in die koude periode midden in de nacht gekleumd met een muts en een sjaal. Ja. Dat is op fietsen letten. Dan worden de auto's gejat, dat is veel warmer. Ja. Ja, dit schiet natuurlijk niet op zo. Nee. Ondertussen wordt er van alles ingebroken om hem heen. Wordt iemand neergestoken. Wordt zijn huis leeggehaald. Nee, ik sta hier voor die fiets. U doet toch gang maar. Ja, geef hem nog een trap na. Maakt mij niet uit. Ik sta hier voor die fiets. Radio 58, Labouche dadelijk naar Snow Patrol. Crack the shutters. Kill your bed warm hands down on the broken road.